Masters Expo 2021 zit er weer op en het was een weergaloos succes. Met een stand van 1100 vierkante meter vol met internationale juwelen en horlogemerken trok Ghassan weer veel bezoekers. Elke dag gebeurde er wel iets. Kijk maar mee. Ja, de stand van Ghassan bestaat met prachtige damesjuwelen van onder andere Choices by DL, Messica en Oile Lingard, maar er is ook zeker iets voor de mannen. Nou Wendy, je zei net al, ik weet hier alles van. Hoe is dit project ontstaan van Trophy by Ghassan? Trophy by Ghassan is ontstaan door Dustin Huisman, de schoonzoon van de heer Lezer. En eigenlijk had hij het idee om customized herenjuwelen op een hele high-end en exclusieve manier te ontwerpen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en zo is Trophy by Ghassan ontstaan. En by Ghassan eigenlijk ook vanwege de betrouwbaarheid, de hoogwaardige kwaliteit, wat het nieuwe merk dan toch meekrijgt vanuit het huis, vanuit Ghassan. Meneer Lezer, hoe belangrijk is het om dit merk in jullie collectie te hebben? Ja, wij zijn daar ongelooflijk blij mee. We kunnen in deze crisis ook in een hoekje gaan zitten. Dat is niet in onze aard. Het glas is bij mij altijd half vol. En wat ik ongelooflijk knap vind van het totale team is dat we hier in februari mee gestart zijn. Inmiddels al in onze top 10 thuis hoort. Ja, en dat is door de mensen die hebben echt iets neergezet. Uniek, alles customized. En de samenwerking ook tot aan de sneakers aan toe. Ja, gewoon fantastisch. Ja, Ghassan en de voetballerij, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ook dit jaar, want ze zijn weer official timekeeper van NEC. En we gaan zo meteen kijken bij het officiële tekenmoment. Hoe belangrijk is het dat Ghassan timekeeper is? Ja, heel belangrijk. Het is natuurlijk een mooi merk. Topmerk in Nederland. En het is ook mooi dat zij in de keukenkampioendivisie zich al aansloten bij ons. En nu op de Eredivisie, het hoogste podium. Ja, daar hoort Ghassan thuis. Dus ik ben wel heel blij dat Ghassan met ons deze stap maakt. Ja, en ik vind het wel heel mooi dat zo'n topmerk in Nederland zich wil conformeren aan NEC. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Het is wel echt heel mooi gezegd. Maar NEC vind ik altijd al een mooie club, dus ja, helemaal leuk. Bij Ghassan gebeurt elke dag wel iets bijzonders. En vandaag heeft Deborah Huisman-Lezer 30 vrouwen uitgenodigd voor een lunch ten ere van haar juwelenlijn, Choices by DL. Ik was zeer geïnspireerd door Deborah, omdat Deborah zelf ook een hele ondernemende vrouw is. We zijn allebei twee jonge, ambitieuze vrouwen. En we vinden het allebei heel erg leuk om onze krachten te bundelen, omdat we eigenlijk het female empowerment willen ondersteunen. Het is vandaag VIP-dag en dat betekent vrouwen in schitterende jurken, mannen in stijlvolle kostuums en allemaal met een touch of roaring 20s. So I'm really curious. Can you show me some like eye catchers? Sure, of course. The moving diamond is really what makes Chopard Chopard. The concept behind it has always been free moving diamonds on a dial, and that is what makes the happy diamond concept. Wat hebben jullie allemaal voor lekkers mee naar de beurs genomen? Onze vertrouwde rummerken die uit Cuba komen. En dit jaar hebben we een nieuw merk, Casa Don Ramon. Dat komt uit Mexico, een tequila en een mezcal. De brand ambassador is Pierce Brosnan, dus dat is ook een heel leuk iets. Hè? Pierce 007 was goed in het hele item deze keer. Wij hebben het James Bond horloge meegenomen. Het model wat gedragen wordt in de film van No Time to Die. Hij heeft een geheime functie, daar kan ik niet te veel over vertellen, dat zijn spoilers. Speciaal model op een Milanese band, draagt ontzettend licht en het is een prachtig horloge. Welk pronkstuk hebben jullie nou naar de beurs meegenomen? Nou, voor Tissot hebben we op dit moment echt focus op de PRX, zoals je hem hier ook in het kluisje ziet staan. Ik draag hem ook. Hey, en als je kijkt naar trends binnen de horlogewereld, wat kun je daarover zeggen? Nou, je ziet dat horloges over het algemeen weer wat kleiner mogen worden. Dus ja, wij komen ook met wat kleinere maatjes, 39, 41 mm. En dat zie je ook wel bij andere merken terugkomen. Er is mij net ingefluisterd dat dit het meest exclusieve horloge is van de beurs van maar liefst 1,3 miljoen. Wij hebben onze Liberté collectie mee naar de beurs. Het is dus eigenlijk een diamant setting waarbij de diamant los in het juweel kan bewegen. De achterliggende gedachte daarvan is dat een diamant heeft licht en beweging nodig om te schitteren. En die beweging hebben wij middels een heel speciale techniek
aan het juweel toegevoegd. En wat is nou de belangrijkste boodschap of beleving die je vanuit Ghazan wil meegeven eigenlijk aan de bezoekers? Nou, is dat we gewoon weer lekker open moeten staan voor elkaar en dat we gewoon weer lekker moeten, zoveel mogelijk moeten leven. We hebben een moeilijke periode achter ons, die komt er misschien ook nog een stukje aan. Maar juist even dat heerlijke, dat geluksmoment wat we met elkaar kunnen delen, ja, dat is eigenlijk het heerlijkste wat er is. En ik word altijd een beetje bijna emotioneel als ik zie als er bijvoorbeeld families met elkaar komen. Zie je ouders komen met hun kinderen, kleinkinderen, die komen dan en die delen dit soort momenten allemaal met elkaar. Dan denk ik, ja jongens, uiteindelijk, dit is waar we voor leven, dit is waar het om gaat. En dat is zo mooi om te zien. Vandaag staat er bij Ghazan op Masters Expo een invloedrijke lunch op het programma. Giselle Belsma, designer van juwelenlijn Bajiji, heeft haar vrienden uitgenodigd en laat er dan nog allemaal influencers zijn. Oké, Giselle, we zijn hier bij de Bajiji lunch. Wie heb je allemaal uitgenodigd? Ja, eigenlijk verschillende influencers, een beetje voor de jongere doelgroep. Voor de doelgroep hetzelfde als bij Gigi. Gewoon leuke, gezellige meiden die goed bij ons merk passen, waarvan wij dat idee hebben. En om een leuke en gezellige middag te creëren samen. Wat is je favoriete item uit de collectie? Eigenlijk vind ik alles heel mooi, maar ik vind de bangle, dat armbandje met de hartjes, vind ik denk ik wel het mooist. Wat vind je van bij Gigi? Ja, superleuk merkje en echt heel knap hoe ze dat allemaal eigenlijk heeft gedaan. We hebben een speciaal bij Gigi filter ontwikkeld waarbij eigenlijk je de verschillende oorbellen uit onze collectie kan kijken hoe dat bij je staat en wat je bij jezelf vindt passen. Dus bijvoorbeeld hier heb ik de Love oorbellen en die kan je dan zien in geelgoud, witgoud, rozeegoud, de hartjes oorbellen. En eigenlijk kan je zo doorscrollen naar alle oorbellen die bij ons in de collectie zitten. Ook dit seizoen is Ghazan official timekeeper van voetbalclub Roda JC. Vandaag wordt op Masters Expo bij Ghazan de handtekening gezet onder deze mooie samenwerking. Ik voor jou. Ja. Dankjewel. Ghazan is de official timekeeper van Roda JC dit seizoen. Waarom passen Ghazan en Roda JC zo goed bij elkaar? Omdat we ook graag vertegenwoordigd zijn in het zuiden. En wat dat betreft sluit Roda daar heel goed bij aan. Nou ja, lijkt voorop zijn dat wij hartstikke blij zijn dat we een groot merk als Ghazan ook weer een Roda JC kunnen verbinden. Ik denk dat wij een hoop relaties hebben die heel erg geïnteresseerd zijn in de producten die Ghazan kan aanbieden. En dat wij daar een verbindende rol in kunnen spelen. En ook naar onze spelers toe wellicht. Dus wat dat betreft liggen daar genoeg raakvlakken. Ja, en voetbal vind ik iets fantastisch. En dat betekent dat we op een gegeven moment ooit met Feyenoord zijn begonnen. Maar inmiddels 18 clubs hebben in de Eredivisie. En in de keukenkampioendivisie. En ik heb veel aan voetballen te danken. Het bedrijf heeft veel aan voetbal te danken. Dus wij vinden het heel leuk om wat terug te doen. Deze laatste dag op Masters Expo is omgedoopt tot Business Monday. Een dag vol zakenlunches en netwerkborrels. Ghazan pakt groots uit vandaag met hun festive cocktail. Merk je het enthousiasme voor jullie juwelen en horloges? Ik denk dat de mensen over de hele beurs gewoon heel tevreden zijn. Ze komen bij ons en zeggen, oh kind, wat een feest dat we dit weer kunnen doen. En dan komen ze bij ons in de stand, gaan ze lekker zitten, krijgen een hapje en een drankje. En dan komen wij aan met de juwelen en ja, ze hebben een mooie dag. Geweldig. Heb jij nog iets gevonden? Want jij bent wel fan ook van de juwelen die zij hebben. Ja, ik heb zoveel mooie dingen gezien. Ik wou dat ik ze allemaal kon kopen, maar... En hoe fijn dat we dit weer mogen en kunnen doen. De Business Monday is de laatste dag van de beurs. Hoe is het gegaan? Ja, fantastisch. De beurs op zich was geweldig. Wat er erg op viel was dat het niveau van de mensen echt fantastisch was. Alleen maar mensen die er gewoon lekker zin in hadden, gezelligheid uitstraalden. Ja, en allemaal interesse hadden eigenlijk in alles wat de beurs te bieden had. Ja, Benno, eindelijk mocht het weer, hè? Masters Expo. Hoe heb je het ervaren? Hoe is het gegaan? Ja, het is hartstikke goed gegaan. Waarbij ik altijd iemand ben die van het glas half vol
uitgaat. Kijk, met name op een zaterdag als je om 6 uur dicht moet en je hele stand nog vol zit, dan doet het best even pijn. Maar wij zijn dolgelukkig dat het kon, dus we moeten ook niet te hebberig zijn. En het is fantastisch dat het kon plaatsvinden. Je merkt ook echt, het publiek heeft er behoefte aan. Ja, nu Business Monday, ja, als je om je heen kijkt, is het heerlijk om te zien hoeveel blije gezichten je ziet. Mensen het gewoon lekker naar de zin hebben. Ja, en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.